Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij de speciale kloosterserie Op Reis. Want Kruispunt gaat net als vorig jaar deze zomer op reis langs Nederlandse godzoekers in buitenlandse kloosters. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. In de heuvels van Assisi, aan de kust van Jutland. En zoals vandaag, op deze prachtige dag, in het groene landschap van Belgisch Limburg. Ik ben in Bocholt, dat is een klein plaatsje in België, net over de grens bij Weert. Ik ben bij de priorij Klaarland. Daar leven 12 trappistinnen. Eén van hen werkte tot 3 jaar geleden als arts in Nederland en koos voor dit verborgen leven in de stilte. Ik wil aan haar vragen hoe je nu weet wanneer je je leven helemaal moet omkeren. Ik heb het dan over Rebecca Willekes en ik mag van haar een paar dagen te gast zijn. Goedemiddag. Goedemiddag, Leo Feijen. Zuster Rebecca, welkom in Klaarland. Ja, geweldig dat we wel mogen komen. Maar u bent zuster Rebecca Willekes. Ja. Ja. Ja, ik ken u alleen maar van de telefoon. De stem. Ja, ja, ja. De stem klinkt bekend. Maar de stem klinkt bekend, ja. Dit is het gezicht, hè? Dit is het gezicht. Ja, en woont u hier al lang? Bijna 3 jaar nu. Bijna 3 jaar. Ja, dus het begint te wennen. Ja. Een mooie plek. Ja, ja, u ziet het huis net niet op het mooiste moment. We zijn bezig de voorgevel weer een beurtje te geven, ja. Maar het is een mooie plek. Het is en vlakbij Nederland, net over de grens. Ja, kwartiertje lopen en ik ben weer op vaderlandse bodem. Ja, dus. Een kwartier verwijderd van vaderlandse bodem, maar veraf van haar leven 3 jaar geleden. Want dan neemt Rebecca Willekes het besluit om voor een leven als trappistin te kiezen. Rebecca Willekes wordt geboren in De Bilt en groeit op in Zeist. Na haar studie geneeskunde werkt ze 8 jaar lang als consultatiebureauarts in Utrecht. Nu woont en bidt ze in priorij Klaarland in België. Van de grote stad naar een klein dorpje. Naar een klooster tussen de weilanden. Zuster, ik ben naar Klaarland gekomen met een vraag die alles te maken heeft met de ommekeer in uw leven. En ik wil zo graag weten hoe je nu weet wanneer je je leven moet omkeren of kunt omkeren. Want heel veel mensen zullen dat af en toe wel willen, verlangen. Maar wanneer is nou het moment? Ja. Op een gegeven moment is het moment er, denk ik. En voor mij was dat een moment dat ik op een punt stond dat ik verschillende kanten uit zou kunnen. Ik kon verder met mijn werk, ik kon verder met de studie theologie. En ik wist niet goed welke kant ik op zou gaan. Ik twijfelde over van alles en bij alles vraag je af, en wil ik dat dan mijn hele leven doen? Het was een ideaal leven. Maar het was niet genoeg. Waarom dan niet? Ja, ergens. Misschien dat er ergens diep van binnen een verlangen is. Wat dieper gaat dan dat allemaal. En hoe kwam je dat op het spoor? Wat gebeurde er waardoor u het besef kreeg
Er is toch nog een andere weg. Ja, dat kan eigenlijk heel simpel gaan. Met gewoon iemand die tegen je zegt van, zou dat niet iets voor je zijn? Ik was protestant. Ik kwam met enige regelmaat in een trappistenklooster, maar er was een mannenklooster. Ik kon me niet voorstellen dat ik een vrouwengemeenschap interessant zou vinden. Dat lag eigenlijk buiten de horizon. Dat is iets om af en toe eens een keer te denken van, oh, wie weet zou dat wel leuk zijn. Maar ja, een boerderijtje in Drenthe zou ook misschien wel leuk zijn. En zoveel van die dagdromen die wel leuk zouden zijn. En op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij van, misschien is dat toch echt wat voor jou. Dat betekent dus eigenlijk dat je door een ander altijd geroepen moet worden. Ja, maar dat geloof ik. Ja? Ja. Dit is een leven wat je alleen maar kunt omdat een ander je roept. Hm. En, ja. Maar bij klooster denk je altijd, God roept. Ja. Maar dit was uw vriendin. Ah ja? Maar God roept niet als een... er staat niet in je oor te schreeuwen van, nu moet je in het klooster intreden. Of dat gaat via heel kleine gebaren of heel kleine woorden. Of via mensen. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel kleintjes zijn dat er? 5 kleintjes. Een beetje onverwacht. De moeder is een tijdje geleden aankomen lopen. En we dachten, ach, een arm, mager, jong poesje. Laten we kijken of ze bij de buurman onderdak kan. En die heeft er bij hem in de stal genomen. Maar ze kwam meteen weer teruggelopen. En ze is zo mooi zwart-wit, hè? Net als wij. Dus we hebben haar Trappistinneke genoemd en gezien haar volhardende roeping, omdat ze weer terugkwam, hebben we er maar te eten gegeven. Maar veel verstand van het monastieke leven heeft ze nog niet. Want plotseling werd ze dikker en dikker. En we dachten dat ze wormen had, maar het waren kleintjes. Dus nu zitten we met 5 mini-katjes. En dan kiest u voor een leven. We zien hier nu gewoon dit hele tafereel. Natuur, vrijheid. En u kiest voor een leven waarbij u niet van de plek af mag. Waarbij u met mensen moet samenleven die u niet kent, die u niet heeft uitgekozen. En ook nog een leven van gehoorzaamheid. Een leven van totale onvrijheid. Maar vrijheid is volgens mij niet dat je zomaar alles kunt doen wat je wilt. Dat klinkt wel vrij, maar dat betekent dat je moet reageren op alle prikkels die van buitenaf komen. En eigenlijk kom je niet toe aan wat je van binnen echt verlangt. Maar de weg kunnen gaan die je werkelijk verlangt. Ja, dat betekent dat je een heleboel dingen niet doet. Ik kan niet meer naar de film, ik kan niet even op bezoek bij vrienden. Dat kan allemaal niet, dus dan kun je zeggen dat is geen vrijheid. Maar het betekent wel dat ik vrij ben om dat ene verlangen te volgen. En als je altijd blijft staan op een punt waar alle mogelijkheden open zijn, zodat je altijd alles kunt doen wat je maar zou willen, dan kom je nergens en dat kun je wel vrijheid noemen, maar... Wat was dan dat diepe verlangen? Ja, het is een verlangen naar God. Maar ik kan ook niet precies uitleggen wat dat is. Dat kan ik ook niet. Nee. Dat kan ik ook niet. Nee. Daarom heet het misschien ook wel verlangen. Ja. We mogen hier blijven, al deze kleine poesjes. Nee, we zoeken een thuis. Hè? Dus als u er nog een wilt hebben. Ja, misschien zijn er wel kijkers die zeggen van, ik wil wel graag zo'n poesje. Ja. Nou ja.
Als ze nog hier zijn, dan... En mooi, kan toch niet? Poesjes van de Trappistineke. Ja, ja, het is prachtig. Als ik terugkijk, dan denk ik van wat moest ik hebben of wat moest ik? Uiteindelijk gebeurt het ook een beetje ondanks jezelf of ondanks mijzelf. Je laat het een beetje gebeuren en dan, nou ja, dan zit je. De glijde helling af. Ja. Maar misschien moet je eventjes de deur openzetten. Of even het begin van de helling nemen. En dan ben je verkocht. Je laat het toe. Dit is het soort leven wat ik zoek en waar ik in thuis ben. Het is misschien gek, het zijn rare mensen die ervoor kiezen, maar blijkbaar hoor ik hierbij. Ik zou het veel beter vinden om gewoon midden in de stad te blijven en daar te zoeken naar een evenwicht tussen werken en bidden. Dat lijkt mij een veel betere optie dan dit, maar dat was het niet. En dan op een gegeven moment, dan is er ook het vertrouwen van, ja, dit is een dwaze weg en dit is een... Het is niet verstandig om te doen, het is gewoon gek. Maar ja, waarom dan niet, hè? Uiteindelijk denk ik van, is God ook gek? Als hij iets met onze wereld te maken wil hebben en als hij er zoveel voor over heeft. Dus misschien moeten wij dat ook maar gewoon durven. Nou, ga jij wacht maar even. Goed, zo. Zo, is dit een hond? Dit is de hond? Ja. Ik denk wel dat mijn honden van... hij bijt niet. Nou, hij bijt vooral in stokken. Hij bijt vooral in stokken en niet in benen. Nee, nee. Dus kijk. En hoe heet de hond? Ja? Sophie. Sophie. En het is een herdershond. Ja. Ja. En hij heeft een stok bij, zodat als u weggooit, dan loopt hij erachteraan. Ja, dat is voor het geval dat u een beetje bang bent voor honden, hè? Ja. Ja, ja, ik ben wel bang voor honden. Ja, dat dacht ik al. Ja. Je gaat op weg en je weet dat je ergens naartoe gaat. Je weet dat er iemand op je wacht. En je vertrouwt dat het goed is. Die eerste 2 jaar, dat is ook een soort rouwproces waar je doorheen moet. Als u wel eens wat dwars zat, hè? Of met het moeilijk, kon u dat gewoon hardop vertellen tegen de hond? Ja. Ik ben bang dat ik het soms ook gewoon hardop in het bos kan zeggen, hè? Ja. Zonder hond zal het ook wel gaan. Ja. Maar met hond is wel praktisch. Dan heb je het idee dat je tegen iemand praat. En wat zei je dan tegen hem? Het gemakkelijke van een hond is dat je niet genuanceerd hoeft te zijn. Tegenover mensen moet je... wil ik in ieder geval genuanceerd zijn. En tegenover een hond is dat niet nodig. Dus dan kan ik gewoon zeggen... Sophie, ik vind er hier niks meer aan. Ik ga weg. En dat... Dat lucht mij op. Zonder dat iemand anders van streek raakt omdat ze denken dat ik wegga, want dat is niet het geval. En heeft ze het echt overwogen om weg te gaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, er zijn momenten geweest dat ik dacht van ik kan dit niet, ik wil dit niet, ik durf dit niet, maar ik hoop niet dat God dan zegt, nou dan hoeft het niet. Dus hij heeft de grootste prooi te pakken. Waarom heeft u eigenlijk voor deze gemeenschap hier in Bocholt gekozen? En niet voor een kloostergemeenschap in Nederland? Ik
zocht een kleine gemeenschap, denk ik. Of ja, je weet niet wat je zoekt, hè, als je begint. Maar wat mij hier aanspreekt is, het is een kleine groep. Dus je bent echt met elkaar bezig. Je kan elkaar niet ontlopen. En het is een heel menselijke groep. Misschien ook doordat het zo klein is, dat je stuit op elkaars menselijke kantjes. En daar is ook ruimte voor. En wat mij vooral aansprak hier, toen ik kennis maakte met een paar zusters van deze gemeenschap, dat waren oudere zusters en ze hadden van die echte doorleefde gezichten. En het waren echt persoonlijkheden om te zien. En ik dacht van nou, als je zo oud kunt worden hier, dan moet het toch wel een goede plek zijn. In 1970 wordt hun gemeenschap gesticht, maar vanaf 1975 wonen de zusters in Bocholt. In het begin wonen, werken en bidden er 6 trappistinnen in Priorij Klaarland. Nu bestaat de gemeenschap uit 12 trappistinnen. 7 keer per dag bidden ze gezamenlijk en de rest van de dag wordt er hard gewerkt. Ze leven van de opbrengst van hun eigen gemaakte kaarsen, ze verpakken biergisttabletten en maken liturgische gewaden. Zuster, we staan hier in het idyllische landschap, maïsvelden, lekker zonnetje, Priorij Klaarland op de achtergrond. Het is zo'n contrast met het leven dat u leidde en wat u eigenlijk ook wilde leiden, midden in de wereld, God present stellen. Ja. Wringt dat dan niet? Ja, dat wringt, of tenminste. De diepste grond van mijn leven is niet van wat kan ik allemaal betekenen of wat doe ik allemaal voor nuttigs. Maar gewoon, ja, je bent er omdat God je graag ziet. En dat is genoeg. En God ziet u graag hier? Ja, hij zou me ergens anders ook graag zien, denk ik. Maar dat hij een mens graag ziet, of dat hij mij graag ziet, dat is voor mij een hele diepe waarheid. En daar kan ik... Er zijn waarheden die kun je niet zeggen van nou, dat is leuk dat ik dat weet en ik ga weer over tot de orde van de dag. Dit is meer een waarheid die je ten volle moet beleven, die ik ten volle moet beleven. En dat doe ik in dit nutteloze leven van wat psalmen zingen. En, in het nutteloze leven, terwijl u zulk nuttig werk deed met kinderen, pasgeborenen. Ja, maar... Er is iets wat dieper gaat dan alleen nut. Ik vergelijk het wel eens met kunst. Een kunstenaar doet op zich ook niks nuttigs. Maar die maakt wel het leven echt tot leven. En zo zijn kloosters ook. Ze doen niks nuttigs. Of als ze wat nuttigs doen, dan is dat bijzaak. Dan is dat toeval. Dan komt dat er toevallig maar bij. Maar het is een... Het is werkelijk leven. Het gaat dus niet om presteren. Nee. Het gaat dus niet om relevantie. Nee, uiteindelijk ook niet. Het gaat niet om efficiëntie. Het gaat niet om waardering. Nee. Nee, want dat is echt afkicken als je hier naartoe gaat. Maar het gaat erom, ja, om gewoon maar er te zijn.
Om gewoon maar er te zijn. Om een nutteloos leven te leiden. Want het is leven. Nee, het is leven dan. Het klinkt absurd, hè? Maar het is wel leven. Ja. En ik denk dat het juist de nutteloze momenten zijn die leven tot leven kunnen maken. Psalmen zingen in de kerk. Dan denk ik van ja, dan staan we hier 7 keer per dag psalmen te zingen. Hè? In 2 weken tijd zingen we het hele psalmboek door en dan begin je weer eens overnieuw. En altijd gaat dat maar door. Heeft geen enkele zin. En zit God erop te wachten? Nou, ik denk het niet. Maar dat we zingen in deze wereld, ik denk dat dat zin heeft. Geen nut, maar wel zin. En voor mij is het soms ook gewoon een daad van protest. Van je niet neerleggen bij... Ja, ik doe niks aan onrecht, aan geweld. Ik doe niks ter verbetering van de wereld. In wezen, voor mijn gevoel, doe ik niks. Maar dat er gezongen wordt, ondanks alle ellende, en dat je op die manier zegt, wij vertrouwen, dat het leven van God komt en dat Hij het uiteindelijk in handen heeft. En wij blijven het rijk van God verwachten. Ja, dat heeft zin. En dat is een daad van protest. Ja, voor mij soms wel, ja. Tegen alle absurditeit van het leven. Ja, ja. Gij kiest stevast het woord dat rampen tot gevolg heeft. Zo is de lastertong. Maar God breekt u voorgoed. Zijn greep trekt u de tent uit. Reeds heeft hij u ontworteld. Rukt u uit de aarde los. U had een mooie baan. U had een mooie woning. Een stad waar u van houdt en hield. En ook nog eens een kerk waar u zich thuis voelde. Waarom geeft een mens dat allemaal op? Om één verlangen te kunnen leven. Maar als dat de diepste waarheid van je leven is, dan kan je niet anders. Maar dat betekent het wel dat u bent van protestantse komaf. U was actief in die protestantse kerk. Dat u er dus ook voor moest kiezen om katholiek te worden. Ja. Ging dat makkelijk? Van tevoren dacht ik dat zal wel makkelijk gaan. En toen het zover was, viel het toch wat tegen. Ja, waarom? Ik ben gewoon gehecht aan de kerk waar ik vandaan kom. Daar ken ik, daar weet ik hoe het gaat. Ik vind het van belang om de aandacht voor de Bijbel die er is. De manier van organisatie. Democratisch. Ja. En dan kom je in een hiërarchisch mannenbolwerk terecht. Nou, dat zou niet zomaar mijn keuze geweest zijn. Maar het was toch een goede stap. En uiteindelijk kan dat, want ik denk, ja, dat is maar... Er is 1 kerk uiteindelijk. Elke zondag in de geloofsbelijdenis, ik geloof 1 heilige algemene christelijke kerk. Dus hier zit nu een Roomse... Nee. Trappistin. Een katholieke trappistin, dat kan. Maar een Roomse trappistin, dat gaat me toch nog iets te ver. Thank you.
Radio 1. Zeven uur en goedemorgen. Het nieuws met Kathleen Huis. Erg warm vandaag, tot 34 graden. Dit zijn de hoofdpunten. Vlaanderen krijgt 230 miljoen euro extra inkomsten. In Antwerpen is een gedicht geveild van Tom Lanois. Sportnieuws. Vanmiddag speelt Kim Kleisters op het tennistoernooi van Wimbledon haar wedstrijd van de derde ronde. Dit waren de hoofdpunten. Vlaanderen heeft dit jaar 230... Het nieuws van vandaag. Eerst het weer. Vanmorgen nog zon. En daarna stapelwolken. En het wordt 34 graden vandaag. Ja. En dan in Antwerpen. Daar is een gedicht geveild van Lanoy, de Antwerpse dichter. Die heeft een jaar lang, geloof ik, een heel groot doek gehangen op het KBC-gebouw met een gedicht van hem. En dat doek hebben ze nu verkocht, in stukjes geknipt en verkocht. En het heeft heel veel opgebracht. Hij zegt, nou, ik ga mijn uitgever zeggen dat we voortaan al mijn gedichten per letter moeten verkopen, want dat gaat veel beter. En dan onze Kim Kleisters is op Wimbledon en ze heeft de derde ronde bereikt. Oh, nog twee keer. Ja, dat was het. Wat maakt u hier? Dit wordt een band voor op een kazuifel. En dat is een van de taken in deze priorij. Ja. Liturgische gewaden en altaarkleden en dat soort dingen. Zou je kunnen zeggen dat u in de wereld meer voor anderen bezig was en hier meer voor uzelf? Ik zou dat niet zeggen. Maar ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen. Nou, dan help ik u een beetje. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, dit is misschien toch ook wel een vorm van egoïsme. Of egocentrisme. Wat zegt u dan? Waar ik voor kies hier is niet een leven van wat navelstaren en van je eigen paradijsje opzoeken en de rest kan de lucht in, hè? Het is een echt leven. En het is een pogen om God en wereld bij elkaar te houden. Maar dat is een absurde onderneming, dus ik kan dat niet uitleggen. Een absurde onderneming, God en de wereld bij elkaar houden. En daarom bidt u hier en daarom maakt u liturgische gewaden en daarom leeft u in de gemeenschap. Ja. God en de wereld bij elkaar houden, maar de wereld... Wat merk ik ervan? Het is een platte vraag, ik weet het, maar wat merk ik ervan dat u hier God en de wereld bij elkaar probeert te brengen? Niks, denk ik. Het is inderdaad een platte vraag. En op dat niveau kun je werkelijk niks merken. En op welk niveau merk je dan wel? Toen ik nog niet ingetreden was, ging ik regelmatig een weekje naar een klooster. En als ik dan weer thuis was, dan was het voor mij belangrijk om te weten dat er mensen zijn die hun leven richten op God. Op die nutteloze manier die ik daar had leren kennen. En het is alsof je mensen ziet staan bij een bushalte. Ze staan daar te wachten. En dan weet je, als je daar voorbij komt, oh, de bus moet nog komen. Zoiets is het. Wij staan hier te wachten. En wie moet maar het is een actieve verwachting, hoor. Het is niet, ja, en wie moet er dan nog komen? Ik denk het Rijk van God. Vrede, gerechtigheid.
En wie is dan Rebecca Willekes? Voor mezelf zeg ik soms, het is iemand die danst met God. Dans is ook niet nuttig, maar... ja, op alle melodieën van het leven... die met God doorleven in een vorm van schoonheid. En ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. Zuster, we zijn bijna aan het einde van ons verblijf hier. Ja. En ik was gekomen met die ene vraag. Hoe weet je nu wanneer je je leven helemaal moet omkeren? En wat moet er dan gebeuren? En wat moet je dan doen in dat traject? En heeft u een boodschap of een woord voor mij en voor de kijkers dat daar een antwoord op geeft of een richting in wijst? En zou u dat achterop deze kaart willen schrijven? De kaart met, het klooster op de voorkant. En of u daar achterop zou willen schrijven? Ik zal het En u mag het nog niet zeggen, ik lees het straks voor. Ik zal niks zeggen, maar wat ik opschrijf heeft iemand anders aan mij geschreven toen ik in ging treden. En ik heb er vaak nog wel eens aan teruggedacht. Het heeft mij geholpen. Alsjeblieft. Ik mag hem voorlezen. Wat echt de moeite waard is, is ook veel moeite waard. Dat is een mooie boodschap. Zuster Rebecca, dank. Heel veel dank voor ons verblijf hier. Het gaat u zeer goed. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van Kruispunt. Ik wens u nog een hele goede avond. Waar lopen wij nu naartoe, zuster Rebecca? Naar onze kluis. Wij hebben een kluis net buiten het hek. Ja. En een klein huisje waar je zo een dag terecht kunt. Of een week soms, voor belangrijke gelegenheden. Doet u dat geregeld? Eens in de maand hebben we een woestijndag. Een dag dat we tussen de lauwen en de vespers niks hebben. Dus je zorgt een keer zelf voor je eten en verder is de tijd vrij om in te vullen. Tussen lauwen en de vespers, dan zegt u tussen 8 en 6 uur. Ja. 8 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds. Ja. Tijd vrij om te vullen, eens in de maand. Ja. Vindt u het fijn om hier naartoe te gaan? Ja. Ja, waarom? Ik kom hier heel graag. Het is hier stil. Het is, en vooral het is even afstand. En even alleen zijn. En waarom is dat fijn? Oh, dat heb ik nodig. Dat gemeenschap is wel een ontdekking geweest, denk ik, voor mij. En het leven als zusters, ja, dat is iets ontzettend moois. Maar om dat echt te kunnen, en sowieso om echt te kunnen leven, moet ik af en toe eventjes afstand nemen. En kijken waar ik nu sta en wie ik nu ben. En gewoon even eerlijk zijn. En daar is zo'n dag goed voor en daar is de kluis heel goed voor. U zei,
leven in gemeenschap, dat was nieuw voor mij. Maar was dat zo moeilijk? En waarom is dat soms zo moeilijk? Je hebt elkaar niet uitgekozen. En je... Maar je kiest er wel voor om bij elkaar te blijven en om trouw aan elkaar te zijn. En trouw zijn aan iemand anders is nooit gemakkelijk. En aan een gemeenschap denk ik dat het nog wat moeilijker is, maar goed. Maar je bent hier gekomen om dat diepste verlangen in jezelf werkelijk te leven, het verlangen naar God. Ja. Moet je dan vanuit de gemeenschap toch af en toe terug naar jezelf? Ja. Om in gemeenschap, sowieso, om te kunnen leven, moet je... Wat voor mij van belang is, is dat je al levend eerlijker wordt. Steeds eerlijker wordt wie je bent. Dus maskers kunt laten vallen. En ik ben geneigd altijd weer toch een mooi plaatje voor te houden. Dat zal iedereen wel hebben, maar goed. Het streven is dan om dat te durven laten vallen. En in de gemeenschap, zolang ik in de gemeenschap ben, vervul je ook een sociale rol. En dan blijf je in die rol zitten, zonder... En de inhoud kan verdwijnen. En daarom heb ik het nodig om af en toe toch weer even eruit te stappen. En eens eerlijk naar de inhoud te kijken. En als u eerlijk naar die inhoud kijkt, hoe ver bent u dan gevorderd in dat werkelijk doorgronden van jezelf? En het doorgronden van dat verlangen? Ik zou het niet weten. Maar laat ik het anders vragen. Kunt u een voorbeeld noemen van een masker dat u heeft afgelegd? Ik weet niet of ik echt maskers voor altijd afleg. Ze zijn vertrouwd en je zet ze gemakkelijk weer op, hè? Maar op momenten dat ik een ander werkelijk de ander kan laten zijn en kan zien hoe bijvoorbeeld een medezuster die mij irriteert, hè? Gewoon door haar manier van doen. Dat kan. En dat is op zich niet dat dat verkeerd is van haar, maar dat zit daartussen dat dat niet klikt. Er zijn momenten dat ik vrij ben om haar gewoon te zien zoals ze is. Zonder dat die irritatie bij mij bovenkomt, maar gewoon eerlijk haar te laten zijn. En dat zijn momenten van maskers laten vallen, denk ik. En dat gaat makkelijker als je af en toe de eenzaamheid opzoekt? Ja. Ja. Is dat moeilijk om de eenzaamheid op te zoeken? Nou, je moet het bewust doen. Want er zijn altijd andere dingen waarmee je je tijd kunt vullen en waar je gezelschap kunt vinden. Dus ik moet er echt op letten van, het is weer tijd en even afstand nemen. Maar dat zou dus net zo goed voor mij gelden in het bestaan buiten het klooster, dat je bewust tijd moet vrijmaken om af en toe die eenzaamheid op te zoeken. Ja. Ik deed het voordat ik hier kwam ook. En wat doet u dan als u daar bent? Dat wisselt. Soms doe ik niks en soms zit ik een beetje over het weiland uit te staren. En soms lees ik een roman en soms lees ik gedichten en soms ben ik aan het studeren. En soms ben ik aan het eten koken. Of aan het koffie zetten, van die hele basale huishoudelijke dingetjes. En kan het dan daar gebeuren dat dat verlangen naar God, dat het ineens een stroomstoot krijgt? Ja. Ja.
Het is een plek waar je bewust even leegte maakt. Waardoor het vanuit de diepte weer op kan komen. Of waardoor God weer een beetje ruimte krijgt. Dus als je de ommekeer werkelijk wil doorzetten, moet je af en toe de eenzaamheid in, weg van de gemeenschap, om in de leegte geraakt te kunnen worden. Ja. Of geraakt te kunnen worden, maar om de bron weer te voelen en om weer vanuit die bron te leven. Ik heb een laatste vraag. U was arts. Stel voor, u krijgt de kans om volgende maand een kind voorgoed het leven te redden. Maar de consequentie is dat u hier dan weg moet. Wat zou u doen? Ik kan me het niet helemaal voorstellen dat het werkelijk zo zou gebeuren. Dus ik ben geneigd het als een fantasievoorbeeldje te zien, geloof ik. Maar het leven van een mens is zoiets kostbaars. En eigenlijk wat wij hier doen, of wat ik doe, is je leven weggeven aan God. En dat zou op die manier ook heel goed kunnen, denk ik. Dus je kiest ervoor om hier te blijven, omdat je hier ook al uw leven geeft? Nee. Dan zou ik dat kind redden en op die manier mijn leven geven. Omdat het hetzelfde is als wat u hier doet, ja. Ook uw leven geven. Ja. Dank u wel.